Staat erop. Opgave 81. Staat hier nou aan? Ja. Opgave 81, we gaan beginnen. De lijn I is min 2x plus 6 snijdt de x-as in het punt A, 3,0. Voor degene die nog zit te bladeren, bladzijde 145. En de y-as in het punt B, 0,6. Zie je figuur ernaast? Nou, dat heb ik gezien. De zwaartelijn, in driehoek OAB, wat was ook weer de zwaartelijn? Van het middelpunt naar de lijn, naar de hoek, andere hoek. Nou, overstaande, nee, vanuit een hoek naar overstaande lijn en dan het midden. Ja, ja. Dus gewoon letterlijk als het 8 centimeter is, gewoon op 4 centimeter. Ja. Nou, en die gaat door het punt D, 1,5,3. Het zwaartepunt Z van driehoek OAB ligt op OD, zodat de verhouding van OZ naar ZD is 2 staat tot 1. Dat was toch altijd zo bij een zwaartelijn? Ja. Dat hebben we mooi bewezen vorig jaar. Bereken de coördinaten van Z. Oh. 2,2. Ja. Stelling van Pythagoras of zo? Of wat gaan we doen? Andere lijnen ook. Het is makkelijker dan je denkt. Nee, niet aflezen. Ja, dan is het 1,2 of zo, hè? Maar de lijn OD delen door 3 keer 2. De lijn OD delen door de lengte. Ja. Makkelijker. De x-coördinaat van D is 1,5. Dan ligt de x-coördinaat van Z ook in die verhouding van 2 staat tot 1. Dus als ik 2/3 deel neem van de x-coördinaat van D, oftewel 2/3 deel van 1,5, dat is 1. En ook 2/3 deel van de y-coördinaat van D is 3, 2/3 deel daarvan is 2. Ja, dus niet zo moeilijk denken. Ja? Maar dan, want daar draait het natuurlijk om. Het zwaartepunt, dat is die Z, hè? Die coördinaten van Z kun je ook berekenen met de formules. De x-coördinaat van Z is en de y-coördinaat van Z is. En dan allemaal met integralen en moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, waarom zou ik dat moeilijker gebruiken als ik gewoon 2/3 deel kan gebruiken? Omdat het straks moeilijker wordt. Omdat het straks moeilijker wordt, want dit is met een lijn. Maar je ziet al bij theorie B, dan zie je al een andere figuur. Ja, daar kunnen we het niet zo makkelijk van doen. Nou, is er iemand die heeft dat verzonnen? We hoeven het niet te bewijzen of wat dan ook. En dan gaan we eens kijken of dat klopt. Dat gaan we doen. Je schrijft 1 keer helemaal mee, zodat je weet hoe het werkt. Wat is er? Nee, zo lang. Nee? De formule van die lijn. Die is gegeven. I is, waar stond hij hier? Min 2x plus 6. Als je kijkt naar die formules van de x en de y-coördinaat van z, dan zie je de integraal van x keer y keer dx. Dus die y, op die plaats van die y, kan ik die formule schrijven. Maar op de plaats van de x. Moet je me omvormen? Ja. Moet ik hem omvormen? Nee, dat is onhandig. We gaan gewoon kijken. Ik ga eerst met de x-coördinaat van z beginnen. Bij die eerste hoef je hem niet om te vormen, maar de y-coördinaat, daar staat wat je moet primitiveren naar y. Dus die komen we zo tegen. Dus dan moet je wel x is. Zullen we dat maar even hier gelijk erbij schrijven? Want we hebben hem naast elkaar staan. Ik moet dus hebben staan x is, omdat ik dat bij de y-coördinaat van z straks niet nodig heb. Min 2x wordt plus 2x. Die y naar de andere kant wordt min y. Delen door 2. Min 1/2 y. Plus 3. Die hebben we strakjes nodig. Nu nog niet. En die ook. Ja? Opgave 81. Nou, daar komt ie. Is opgave B. De eerste is de x-coördinaat van z. Is de integraal van 0 naar 3. X maal y maal dx. En dat delen door de integraal van 0 naar 3.
i maal dx. Schrijf het ook even mee, jij hebt zo'n vraag. Ik ga dit ding invullen, letterlijk. Dan ben ik natuurlijk een formule gauw weer kwijt. De integraal van 0 naar 3. Van x keer i. X keer i. Die stond daarboven. Was min 2x plus 6, hè, geloof ik. Maal dx. Dat hele ding moet ik delen door. Hé, hey, die i, dus die min 2x plus 6 maal dx naar de integraal van 0 naar 3. Waarom is het eigenlijk van 0 naar 3? Omdat het op de haarlijn. Tot haar loopt het gebiedje, hè? Of de lijn die snijdt de x als bij 3, kan ik dat zeggen. Nou. Gaan we verder. Het is een te groot ding om in één keer in beeld te hebben, zie ik alweer. Is. Haakjes wegwerken. Min 2x kwadraat. Plus 6x. Maal dx. Gedeeld door de integraal van 0 naar 3. Van min 2x. Plus 6. Maal dx. En nu kan ik gaan primitiveren, want alles staat met een x. Nou, daar komt ie. De primitieve van min 2x kwadraat. X wordt tot de macht 3 in plaats van tot de macht 2. Die min 2 gaan we delen door 3. Ook 1 te hoger wordt een kwadraat. 6 delen door 2. En van 0 naar 3. Gedeeld door. Min 2x, de primitieve daarvan, is min x kwadraat. En die van 6 is 6x. En ook van 0 naar 3. Klopt allemaal nog, hè? Ja? Anders hoor ik het wel van jullie. Kan ik nog een keer invullen? Nou, ik ga 3 invullen. Min 2 derde. Maal 3 tot de macht 3. Plus 3 maal 3 in het kwadraat. Min. Als ik 0 invul, oh dat is makkelijk, dat is 0. Ja, dat is dan iets met de x erin. Gedeeld door. 3 invullen. Dus dat wordt min 3 in het kwadraat. Let op de haakjes. Plus 6 keer 3. Ook toevallig min 0, hè, als je 0 invult. Moet die 0 echt tussen haakjes? Nee, dat hoeft niet, maar ik had al een haakje neergezet. Mag je dat ook weglaten? Ja, dat mag je ook weglaten. Nou, ik zou min 0 er toch wel bij schrijven voor jezelf eigenlijk. Dat is niet altijd 0, hè, dat weet je. 3 tot en met 3 is 27. 27 gedeeld door 3. 9 keer 2 is 18. Dat is min 18. Plus 27. Gedeeld door. Min 9. Plus 18. Min 18. Plus 27. Is weer 9. 9 gedeeld door. 9. Is 1. Hadden wij net als x-coördinaat 1? Ja. Ja, dat hadden we gevonden. 2/3 deel van 1/2. Dat hebben we niet nodig. Wat? Wat heb je niet nodig? Waarom niet? Dat is ook een ander voorbeeld. Ja, maar dat betekent dat het wat moeilijk is, hè? Gaan we naar de i-coördinaat van z. De i-coördinaat van z. Dames en heren. Daar komt ie. De integraal van 0 naar 6. Waarom van 0 naar 6? Omdat ik de i al snijd bij 6. De lijn, hè? Van i maal x maal di. En dat hele ding delen door de integraal van 0 naar 6. Van x maal di. Ik moet nu alles
Joshua, primitiveren naar een ei. Dus al die x'en, die moeten weg. Dat moeten eitjes worden. Dan had ik hem naar boven natuurlijk omgeschreven. Waar is die? Min een half ei plus 3. Dus ik ga nu naar beneden en ga ik hem invullen. De y-coördinaat van z is de integraal van die andere 6. Die y die kan blijven staan. U heeft toch net uw x uitgerekend? Ja, alleen de x. Nee, maar... Waarin? De formule gaat er niet doorheen. Nee, als x. Nee, maar het is dus zwak. Het is geen formule, hè? Het is in die lijn. Hij gaat niet door die lijn. Het zit in het gebiedje ergens. Oh. Ja? En wat was het? Meer dan half x plus 3 of zo, hè? Ja. Maal de y. Half ei, mevrouw. Ja. Een half ei, ja. Want dat was juist omgeschreven. Zo. Gedeeld door de integraal van 0 naar 6. Ook 13 min een half ei plus 3. Maal de ei. Ja? Gaan we weer haakjes wegwerken? Integraal van 0 naar 6. Hou op met dat geklets alsjeblieft. Min een half ei kwadraat plus 3 ei maal d ei. Dit is een hoop schrijfwerk, hè, even. Deze blijft hetzelfde, daar hoef ik niet aan te veranderen. Als ik deze regel heb, Lian, doe nou gewoon even mee. Ga ik primitiveren. Is dat niet, nee, dat is niet hetzelfde als net. Ei tot de macht 3. Een half gedeeld door 3, oftewel een half keer 1 derde wordt een zesde, min 1 zesde. Deze wordt i tot de macht 2, 3 gedeeld door 2, gezondheid van 0 naar 6. Tot ook in de noemer, min een half i geprimitiveerd. Oh, dat is te ver. Wordt i in het kwadraat. Zit ik nou goed? Ja, deze. Min een half gedeeld door 2. Oftewel 4,5 wordt min 1 vierde. Plus 3 i. En ook van 0 naar 3. 6 toch? En van 0 naar 6, ja. Was nog in de warme daarnet. En dan gaan we dat invullen. Komt het makkelijkere werk. Min 1 zesde maal 6 tot de macht 3. Plus anderhalf maal 6 kwadraat. Ik vul 0 in. Dus 0. Dat is het hele ding. Delen door. 6 hier ingevuld. Min 1 vierde maal 6 in het kwadraat. Plus 3 maal 6. En ook 0 invullen. Dat levert ons 0 op. 6 tot de macht 3. 6 keer 6 is 36. Maar een keer is 6, dus 6 tot macht 2. Maar ik mag straks ook weer delen door 6, dus ik kan best goed die 36 aanhouden. Dankjewel. Min 36. Plus 36 en dat keer anderhalf, dus er komt nog eens 18 bij. Dan zitten we op 44, 54. 6 in het kwadraat, 36. Dat delen door 4 is 9. Min 9 plus 18. Min 36 plus 54 is 18. Zeg maar goed. Gedeeld door 9 is 2. Hadden wij dat niet als de y-coördinaat uitgerekend? Yes, ma'am. Ja, hè? Dus het klopt. We zijn nagegaan of het klopt. Dat klopt. Moet je het nagaan altijd exact doen? Dit nagaan mag zo. Toon aan en bewijs. Dan moet je het alleen maar met letters doen. Dan moet je echt komen tot een formule. Ja, dus wat we net in al die vorige opgaven hebben zitten doen. Maar dit hoeft dus niet... Nee, want dus daar gaan na dat je met deze formules dezelfde coördinaten van z krijgt als bij opgave A. Nou, dat hebben we gedaan. Dan kan je toch ook allemaal gewoon in je rekenmachine invullen? Kan je het allemaal met je rekenmachine doen? Ja, dat zou ik met mijn rekenmachine wel kunnen doen, ja. Ja, met die d-eigenwilde d... Nee, die integraal ook, hè? Ja. Theorie.
idee, lees mee. En opgave 81 heb je gezien hoe je met behulp van integralen de coördinaten van het zwaartepunt van een vlakdeel kunt berekenen. In het figuur wat ernaast getekend is, is de grafiek van de functie f getekend. Het vlakdeel v wordt ingesloten door de grafiek van f en de x-as. We leiden een formule af voor de x-coördinaat van het zwaartepunt z van v. Hiervoor is het krachtmoment van xz ten opzichte van het punt O, de oorsprong, waarbij de arm langs de x-as valt, van belang. Ten eerste denken we ons de gehele oppervlakte OV van het vlakdeel v geconcentreerd in het zwaartepunt. Nou, dan hebben we het allemaal over krachtmomenten en, ingewikkeld verhaal. En je hoeft dat helemaal niet te weten. Wat je wel moet weten, dat is de volgende bladzijde. Dat is hoe je zo'n ding uitrekent. Zo'n zwaartepunt. Nou, die staat daar in het rood. De x-coördinaat van z is. Ja, dat hebben we net ook uit staan rekenen. X maal y maal dx, daar de integraal van. Ja? Dus dat hebben we net al zitten doen. Ook voor de y-coördinaat van z moet je alleen de x en de y even omdraaien. Hebben we net ook gedaan. Maar ja, je zal natuurlijk weer zien, hebben we niet altijd zo'n simpel figuur als op bladzijde 146 bovenaan. Want wat hebben ze eronder getekend? Ja, twee formules. Weten we nog wel dat het altijd de buitenste min de binnenste was? Dat is hier ook bij. Dus de buitenste min de binnenste. En dan x keer. Vertel het eens, Ilse. Maar waarom staat er de oppervlakte van v? Dat, omdat het gewoon de integraal is. Dat is toch in de Hollandse woorden de oppervlakte. Even kijken, wat is dat hier? Dus wat we altijd al aangeven, is gewoon de oppervlakte. Ja? Dus dames en heren, met twee grafieken. De buitenste min de binnenste. En voor de rest is het hetzelfde. De bovenste min de onderste. Ja, buitenste min de binnenste. Als je van x kijkt, hè. En als je bij y kijkt, dan zal het wel andersom zijn. Als je een draadjeboek. Ja, houd er erg in. Dit gaan jullie oefenen. Het is een kwestie van uitschrijven. Je bent meer met uitschrijven bezig dan met... je hebt het gezien.